Nou, ik zie alles weer, dat is ook top. Yo! Welkom bij het Adelsjournaal. Het is weer vrijdag natuurlijk, hè? Ja, de vrijdagbabbel. We gaan zondag spelen we vroeg, heel vroeg, in Utrecht, tegen FC Utrecht. Nou, we hebben een babbel met twee spelers, als het goed is natuurlijk, je weet het nooit van tevoren. En de persconferentie. En dan zat ik een keertje ergens ertussen. Kijk mee. Je mag nog even aan Alberto, want ik neem jouw kritiek ten harte. Alles was al gevraagd vorige week, dus ga je gang. Ja, hier hadden we op gerekend, want ik vertelde net tegen de jongens, die zei dadelijk mag je eerder. En dan zeg je, ja, dan val ik door de man, want dan heb ik geen vragen. Trainer, luister naar van. Je zegt net, zeg je, dat hun spelen met twee spitsen, Utrecht. Het kan zijn dat je met drie gaat spelen of met vier achterin. Heeft dat te maken ook of Tommy wel fit is of niet? Ja, Tom die traint vandaag voor het eerst met de groep. Dat is een enorme winnaar. Als je Tom bezig ziet, eigenlijk is het jammer dat hij toch... dit seizoen tegen een lange schorsing is aangelopen en ook al twee keer tegen een blessure. Want als we hem hebben, ja, dan doet hij het eigenlijk uitstekend. Dus het zit altijd weer in je hoofd als trainer natuurlijk. Als je hem dan ziet trainen, dan denk je automatisch meteen aan hem als basisspeler. Maar aan de andere kant speel je nog hierna vier belangrijke wedstrijden. En die hele maand april ga je er toch voor spelen, hoe dan ook. Dus de keuze is altijd voor mij in overleg met de medische staf. Hoeveel risico neem je dan als je hem nou gelijk opstelt? En gaat het dan goed? En krijg je er dan niet spijt van als er toch iets gebeurt? Ja, dat zijn altijd van die dingen. Hij herstelt redelijk snel, moet ik zeggen. Dus ja, we gaan het nu dadelijk nog eens bespreken en morgen nog een keer trainen. En dan zien we het wel. Ja, ik zag na de training stond je met je staf, stond je met Aaron Meijers, Immers... En met Tommy, zo nu te praten. Nou. Neem je dan met hun drieën die wedstrijd door? Of nou, die komende wedstrijd? Wat ik altijd doe met ervaren spelers is... Ik vind Lex een van de beste middenvelders in de Eredivisie. Ja, dan ben ik natuurlijk gek als trainer dat ik dan niet aan hem vraag van... joh, wat is je gevoel? Drie achterin, vier achterin. Spreek je maar uit. Spelers mogen voor mij altijd meedenken. Uiteindelijk gaat er een klap op en dan staan we erachter met elkaar of niet. Maar dat is dan aan mij. Ja. Maar in ieder geval vind ik wel belangrijk om het gevoel te peilen wat er dan leeft in zijn elftal. Ja, precies. Want je weet ook wat de irritaties zijn. Nee, maar het kan best zijn dat je als trainer eens een keer iets wil wat de spelers totaal niet zien zitten. Ja, dan moet ik niet zo eigenwijs zijn en dan moet ik ook naar mijn spelers luisteren. Dus dat doe ik ook. Okay. Valkenburg was ook nog niet een zekerheidje. Wordt het niet tijd dat we gaan waarschijnlijk afscheid nemen van Eduard Duplan. Wordt het niet tijd dat we hem gaan brengen? We zijn veilig, we hebben een fantastisch seizoen gespeeld. Ja, ik vind het zo'n wereldspeler. En ik wil die jongen ook nog eventjes aan het werk zien bij ons. Nou, ik ga er rekening mee houden, Alberto. Ja. Ik beloof jou, jongen, dat ik... Zondag om 12:30 de opstelling bekendmaak met... Dat weet je niet, hè? Nee, goed weekend. Hij kent het ook in het Frans, kijk. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quelqu'un, vous m'entendez? Avec toujours maintenant, le trottoir. Yo! Met mijn maat. Ja, we hebben nog 5 wedstrijden te gaan en ik hoop zo... dat hij nog minuten krijgt, dat we afscheid kunnen nemen. Want dat wordt het waarschijnlijk, maat, afscheid nemen. Ja, dat moet nog blijken. We hebben gezegd met Jeff dat we zouden praten aan het eind van het seizoen. Om te kijken wat de club wil en wat ik wil. Hoe ik me voel. Dus alles is nog open. Ja, maar ik weet ook hoe jij bent. Dat je wil voetballen. Ja. Ja, dat zat er dit seizoen niet zoveel in voor je. Nee, dat is veel minder dan wat ik wou. Ja. Klopt. Dus... Maat, ben je zelf ook wel, of is het interesse van een andere club al? Ja. Ik ben nu eigenlijk, mijn zaakwerker is nu sowieso bezig om te kijken wat zou kunnen. Maar oké, ik ben er zelf niet mee bezig, omdat we hebben nog een paar wedstrijden te gaan. Ja. En hopen ik de play-offs ook. Dus we kijken wel aan het eind van het seizoen. Hou je rekening na AZ met de play-offs? Nou kijk, dat AZ gewoon veel verder is dan wij, dat is gewoon duidelijk. Dat hebben ze gewoon heel duidelijk gemaakt tegen ons. Ja. Ze zijn gewoon een match te groot voor ons. Alleen onder AZ zijn er wel gewoon heel veel ploegen die wel te bereiken zijn. Ja, precies. Dus waarom niet de playoffs? AZ is te hoog gegrepen, maar
Maar de rest van de ploegen, ja, ik denk dat we gewoon de dag erover kunnen concurreren. Ja, zijn goede concurrenten. Ja, precies. Ja, goede concurrenten. Maar als je nou kijkt naar Utrecht, zie je dat hetzelfde als AZ of zie je Utrecht hetzelfde als ons? Ze hebben een dag eigenlijk. Ik weet dat in het begin van het seizoen waren ze eigenlijk veel scherper dan wij eigenlijk. En ze waren veel verder ook. Het is wel zo dat we in de tussentijd gewoon stappen hebben gemaakt. En ze zijn eigenlijk op datzelfde niveau gewoon gebleven. En het blijft een heel mooie ploeg, hele goede ploeg. Alleen, ja, normaal, we hebben gewoon stappen gemaakt sinds dat eerste wedstrijd. Dus nu, ik schat eigenlijk Utrecht een beetje daar tussenin. Tussen de ploegen die boven ons zijn en AZ. Dus het is wel, we kunnen wel een resultaat daar halen. Het zal zeker niet meevallen, want ze hebben het goed voor elkaar. Normaal, maar als we goed gebruik maken van onze kwaliteiten, dan kan van alles gebeuren. Weet je. Ja. En we krijgen nu gewoon wat jongens terug. Dat kan ook helpen. Dus, ik hoor toch dat er nog veel twijfelgevallen zijn. Tommy is nog een twijfelgeval. Charles ook. Ja. Ook. Zelfs Valkenburg is een twijfelgeval. Dat is waar. Dus, alleen we hebben een brede selectie. Ja. En de trainer heeft aangegeven vertrouwen hebben in de jongens die ook niet elke weekend starten. Dus en ik geloof ook dat we gewoon met onze selectie. Met de vervangers een resultaat kunnen halen. Ja. Maar we moeten het wel gewoon echt. Ja, we moeten bereidheid gewoon tonen. We moeten gewoon lef tonen. En daar zal het ook om gaan. En gewoon compact blijven, uiteraard. Maar nogmaals, als we een goede dag hebben, kunnen we gewoon daar een resultaat halen. Ja. Hoe lekker zou het zijn voor jou om tegen je oude clubje te spelen? Want voor jou is het ook een beetje speciaal, neem ik aan. Want je hebt daar ook vrienden, net zoals dat wij twee gabbers zijn. Heb je daar ook vrienden natuurlijk? Ja, het is ook zo. Het is mooi om terug in de Galgenbach te zijn van mij. Omdat ik heb gewoon daar heel veel mooie jaren gehad. En het is bijzonder om daar te spelen. Alleen om eerlijk te zijn, als ik inval, dan ben ik gewoon gefocust op mijn taak. Nee. En ik, het is meer daarvoor, daarna, maar tijdens, eigenlijk. Je bent eigenlijk alleen mee bezig met de wedstrijd. Ja. Het belangrijkste voor jou is ook dat je start in het begin van de wedstrijd, toch? Dus dat je gewoon in de basis staat en daar vandaan gaat voetballen. Niet tweede helft, kwartier erin of zo. Ja, het is wel veel moeilijker om te laten zien wat je kan als je gewoon 10 minuten erin komt. Ja, want in die korte tijd moet je het allemaal laten zien. Ja, precies. En dat is, het is een beetje frustrerend. Alleen het hoort bij het voetbal. Gewoon, het is gewoon zo. Dus ik pak wat ik pakken graag. Ja. Ik pak kan. Ja. Stel je voor, Maat, dat je er niet uitkomt met ADO om eventueel langer te blijven. Wil je dan in Nederland blijven voetballen of wil je terug naar huis of die kanten op? Ja, terug naar huis. Het is lastig omdat mijn vriendin is Grieks, ik ben Frans, dus waar is eigenlijk naar huis? En het is wel zo dat we ons nu gewoon thuis in Nederland voelen. Dus het idee om hier in Nederland te blijven, en mijn vriendin spreekt ook gewoon inmiddels gewoon Nederlands. Het idee om hier te blijven spreekt ons aan eigenlijk, omdat we het naar ons zien, we voelen ons goed hier. Dus ik denk dat de kans is groot dat ik zou kiezen om hier te blijven. Okay. Dus, is dat dan bij een topclub of net zo'n club als ADO? Dat moet nog blijken eigenlijk, Het is een beetje vroeg. En normaal, Bertho, je weet, het is nu vroeg en eigenlijk heb ik geen zin om daaraan te denken. Nee, je wil het zo eerst, seizoen villa goed afmaken met de groep. Ja. Net als al die jongens, gewoon zo de horen mogelijk eindigen. Ja. En gewoon echt volle bak hebben. En daarna pas gewoon uitblazen en even kijken wat mogelijk is. Nu niet. Ja, je houdt alles open. Ja, precies. Ja. Het zou ook nog Griekenland kunnen worden. Ja, waarom niet? Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Met heerlijk. En dan komen Hofman en Bert, die komen een programmaatje maken. Top, lekker met zwembad. Ja. Maar het maakt niet uit waar je zit hoor. Als het niet te ver is, komen we. Ja, heerlijk. Ja, maat, ik hoop dat je de kans krijgt van de trainer. Ik ga morgen nog even bij de training kijken hoe het gaat. En ik hoop dat hij een keer met je begint. Bedankt dat het gaat. Nou, dan sta ik met Geraldo. Mijn maat natuurlijk, ja. En jullie ook natuurlijk, jullie missen hem ook. Het wordt wel tijd. Maar is die zover? De trainer die was nog niet helemaal erover uit of de geblesseerden konden spelen. Maar ja, als ik hem bezig zie, denk ik dat je er nou... Ja. Ben je daar? Ben je klaar? Of? Ja, ik ben er klaar voor en ik voel me goed.
vanaf maandag train ik weer volop mee, zonder pijn. En ja, dat voelt goed. Dus ja, tot nu toe is het helemaal goed gegaan. Ja, verleden week was het nog heel anders. Want toen had je ook verteld, je dacht eerst dat het 1,5 centimeter was. En het bleek 3,5 centimeter te zijn. Ja. Kan dat dan zo snel genezen helemaal? Want dat nemen wij niet onwijs veel risico. Nee, maar dat... We hebben je nog nodig, hè? Ik ben alweer 3 weken geleden naar het ziekenhuis geweest. Dus in drie weken is het goed geheeld. Dus ik heb goed de tijd genomen ervoor. En dat is wel het belangrijkste. En zorgen dat je weer helemaal fit bent. En toen moest ik wel een paar weken erbij plakken. Maar ja, herstel gaat natuurlijk voor. En natuurlijk wil je graag spelen. Ja. Alleen ja... Ik dacht, je moet gewoon naar mijn lichaam luisteren. Nee, en dat heb ik gedaan. Maar, want ja, je hebt nog een hele carrière voor de boeg. Dus je kan niet het nou naar de klote helpen, zeg maar. Nee, ja, dat is waar. Maar in eerste instantie moet ik gewoon 100% fit zijn. Ja. En vooral met mijn spel. Dan, als ik ga sprinten, dan moet ik niks voelen. En ik voel er nog wel iets. En na de training ook. Dus ik heb besloten om vorige week... daar niet te spelen. Even te wachten. Het was wel de bedoeling dat je zou spelen, ja, toch? Ja, was wel de bedoeling, ja. Alleen ik had de trainer gebeld dat ik nog niet helemaal 100% was. En deze week is het goed gegaan. En morgen weer trainen en dan zondag Utrecht. Ja, dus als het morgen blijkt dat je geen reactie hebt, dat alles goed gaat, dan speel je gewoon. Ja, dat hoop ik wel. Ja, is nog steeds de keuze van de trainer. Maar ik denk wel, als ik me goed voel morgen, dat ik wel speel. Heeft natuurlijk ook, want je zegt het net zelf, 100% fit. Maar ben je wel 100% fit? Ja, ik ben 100% fit. Ja. Je bent nooit 98 geweest waarschijnlijk? Nee, met mij was dat wel moeilijk om 98% fit te zijn. Omdat ik toch wel explosief ben. En alles wat ik doe, moet ik 100% doen. Ja, je weet, af en toe heb je wel wat kleine pijntjes. Maar qua spieren, dat moet wel goed zitten. Ja, als jij aan dezelfde kant speelt met Tijmen van Goppel, dan hebben we denk ik 250 pk daar liggen langs die kant. Ik denk nog wel meer. Echt, hè? Nee. Want die is ook snel, hè? Ja, die is ook snel, zeker. Een hele andere speler dan jou. Ja. Maar toch zie ik toch ook wel dingetjes die hetzelfde zijn als bij jou. Omdat jullie allebei op snelheid ook... Ja, maar snelheid is ook een hele grote wapen. Ik denk als buitenspeler en als je dan supersnel bent en... Ja, je loopt weg dan, tegenstander dan. Natuurlijk, het is gewoon extra lekker. En vooral met de manier waarop wij spelen. Dan hebben we twee snelle jongens aan de buitenkant. En dan is het gewoon heerlijk voor ons. Zeker. Utrecht, als we die winnen, dan doen we nog mee voor de play-offs, denk ik. Want dat geeft jullie ook een boost. Als we een verlies, is het afgelopen, denk ik. Nee, ik denk het niet. Nee, voor jullie gevoel niet, omdat als je denkt tegen Utrecht, stel dat je hem verliest, dat je dan denkt, nog 4 wedstrijden, dan wordt het niks meer. Nee, zeker niet. Nee, zo denken we helemaal niet. Okay. En we praten elke dag erover. En als team zijnde blijven we gewoon dicht bij elkaar. En we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Dus er kan van alles gebeuren in de Eredivisie. En dat blijkt nu ook wel. En als we 1 wedstrijd verliezen, dan kunnen we de 4 winnen. Ja, precies. Snap je? Dus je weet maar nooit. De bal is rond. Dus maar eerst komt Utrecht en daarna zien we het wel. Ja, wedstrijd voor wedstrijd kijken. Maar ik vroeg het me erg af, hè, want... ik zou best wel Europa in willen. Niks voor jou. Ik ook, zeker. Dat is toch mooi om mee te maken. Ja, natuurlijk, man. Ja, zeker. En dan al die Hagenezen mee. Ja, natuurlijk. We nemen ze allemaal mee. Voor een groot feestje. Ja, nou, zeker. We hopen dat Geraldo speelt. Dat begrijp je natuurlijk wel. Dit was het Adenjournaal met de Vrijdagbabbel. Tot zondag, hè. Later.